Goedendag, mijn naam is Jos Aafrank. Eigenlijk tot juli 2019 krijgen x min in kwadraat plus y min in kwadraat is t. Wat is de maximale waarde van x en y? Nu, wat hier geschreven staat, x min in kwadraat plus y min in kwadraat is 2, is een cirkel. Namelijk een cirkel met middelpunt 1, 3. Nu, middelpunt is 1,3. Nu, straal is wortel 2. Ja? Dat betekent dus, als je tekent die cirkel hier, ja, heb je het middelpunt bij 1 en 3. Dat is je middelpunt hier, m. En de straal is wortel 2, wortel is ongeveer 1,41. Dus als je tekent, op die manier getekend ongeveer. Nu, als je een cirkel tekent, ja, heb je de maximale waarde van x, ja, is aan deze kant hier. Dus dit is de maximale waarde van x. Ja, daar vind je die. En terwijl de maximale waarde van y vind je daar. Ja. Nu, we zoeken niet de maximale waarde van x en y van x plus y samen. Dus opgedeeld van x plus x. Hoe vind je x plus y? Dan vind je gewoon x plus y, de y met de x, moet je in die richting gaan. Ja, in de y, in die richting, als die samenkomen, heb je een maximale waarde van x plus y. Ja. Gewoon een, dat, hoe vind je die maximale waarde van x plus y? Dat betekent in feite, tussen de x en de y hier heb je een hoek van 90 graden. Ja. Als je zo samenkomt, kom je daarbij, dat is een hoek van 45 graden. Omdat uit deze hoek is 90 graden, en de juiste helft ervan is 45 graden. Dat is 90 graden, het is ook dus 45 graden. Dat betekent dus, op een hoek van 45 graden ligt daar uw x, y waarde. De straal is wortel 2. Dat betekent in feite, als je een driehoek tekent, ja, heb je hier een rechte hoek. Dit is wortel 2, de schuine zijde. Ja, dan is dit hier 45 graden. Dan zijn die beide kanten hier 1 en 1. Ja, dat betekent in feite dat die kant hier de waarde 1 is. Ja, dat is een rechte hoek. Dat betekent dat die schuine zijden 1 zijn en 1. Dat betekent in feite, ja, als je dat tekent, ja, dat je hier die x-waarde 1 kwadraat plus 1 kwadraat is 2, dus wortel 2. En dat betekent in feite dat dit hier 1 is en 1. In feite krijg je dan als y-waarde 1 plus 1 is 2, voor x-waarde, en voor x-waarde 3, y-waarde 3 plus 1 is 4. Het punt is dus 2,4. Ja, dat betekent, uw x plus y samen zal de waarde 6 zijn. 2 plus 4 is 6. Dus dank voor de aandacht en een keer bedankt.